In eerste instantie ben ik leraar hier van groep 8. Dus we doen alles zelf als leraren, met elkaar. We zijn namelijk een zelfstandige school. Ja, dan heb ik een hoop verschillende taken. Je kunt niet alles uitbesteden. Daar is simpelweg het geld en de tijd niet altijd voor. En als ik zelf een hoop doe, dat scheelt me een hele hoop op de rekening. Vanuit de huisvesting ben ik hier binnen de school dan ook degene die alles wat reilt en zeilt binnen de school zoveel mogelijk oppakt. Het schoolplein was echt aan renovatie toe. De kinderen ook gevraagd van wat willen jullie met het schoolplein? Ik kreeg de fantastische antwoorden van zwembaden tot achtbanen tot de meest fantastische ideeën voor het schoolplein. Omdat ik toch vind dat ook deze kinderen nog steeds het onderwijs moeten krijgen die ze nodig hebben, maak ik de keuze om veelal in mijn vrije tijd eraan te werken. Van daaruit kom ik af en toe als meester binnen en ga ik als bouwvakker naar buiten. Ze zien gewoon nu ook dingen terug op het schoolplein die zij bedacht hebben. Soms kunnen ze eraan aan meehelpen. Ja, dat is geweldig, want dan wordt het schoolplein echt van hen. Dan hebben ze er en zelf aan gewerkt en ze hebben het zelf bedacht. En dat is natuurlijk het mooiste wat je kunt doen, hè?